lukt dat we een vrije dag hebben. Oh, kijk. Ja. Heel belangrijk. Gaan we gewoon beginnen. Hier, laat je volgende maand met de wet houden. Dat is niet waar. Hey ho, hey ho, de wereld die gaat zo. Geen gezien die niet hier normaal is. Ja, dat zat ook. Burgemeester, u bent er klaar voor? Ik ben er bijna klaar voor. Samen jullie even goed te doen? Ja. Ik ben de eerste hebben we gehad. Gertie Hendricks. Prachtig mooie verrassing natuurlijk. Die was helemaal in de stress voor iemand anders vanochtend. En toen dachten we, laten we dan maar vroeg op de ochtend haar als eerste verrassen. Dat was volgens mij een groot succes. Ja, nou, gezicht te zien. Ze moeten nog van bij komen. Ze had net geen eerste hulp bij ongelukken nodig. Maar het was wel een fantastisch mooie verrassing. Vandaag een drukke dag, hè? Het is weer een drukke dag. Vorig jaar was het een hele drukke dag. Dit jaar is het weer zo'n mooie drukke dag waarin we weer de nodige inwoners mogen verrassen met een koninklijke onderscheiding. En ja, zoals ik vorig jaar ook al zei, dit past natuurlijk gewoon bij zomer. Er zijn zoveel mensen die van alles en nog wat voor de samenleving doen. Dus ja, prachtig mooie zonnige dag. Je mag gerust zeggen hoeveel, het zijn er 9. Het zijn er 9, ja. Dat wordt flinke rappen. 1 uur klaar zijn. Dus als het goed is met onze nieuwe bonen en mijn steun en toeverlaat Rian, moet het allemaal gaan lukken. Want het is dit jaar ook de officiële uitreiking. Er komt niet nog een keer een dag in het jaar waarin we het nog een keer dunnetjes overdoen. Dus het is een all-inclusive vandaag. Ja, vandaag ook toespraken, alles erbij. Alles, hè? Helemaal alles erop en eraan vandaag. Dus gaat lukken. Succes ermee. Dankjewel. Vooral je moet werken. Ja. Sjouwen, hard werken, Toon.